Vandaag gaan we het hebben over sneeuwkettingen. Het makkelijkste is om sneeuwkettingen thuis uit te proberen onder ideale omstandigheden. Zonder slecht weer, zonder dat het vies is. En dan gewoon een keer op en eraf leggen, kijken hoe het gaat. Zodat je als je onder slechte omstandigheden de kettingen makkelijk op en af kan halen. Vandaag gaan we het hebben over sneeuwkettingen. Je hebt diverse soorten sneeuwkettingen. Ik gebruik de MackieTrack. Ik ga hem zo dadelijk laten zien hoe je die moet monteren. Wat hebben we allemaal nodig? Een paar sneeuwkettingen, in dit geval een MackieTrack. Dus voor een wat zwaardere auto, SUV4 of een 4x4. Een matje, zodat je droge knieën houdt. Moet je het in het donker doen, is een zaklantaarn, komt dan ook van pas. En een paar handschoenen om warme handen te houden. Hoe gaat het in zijn werk? De beschrijving is altijd heel makkelijk. De kettingen. Haal de sticker af. En vouw hem open. We gaan hem erop leggen. Ik leg hem over de band heen. We draaien hem vast. Zo. Dan kan ik nog wel verder erop. Oké. We rijden de auto een stukje naar voren. Waardoor je hem nog iets beter op kan leggen. Nou, je ziet dat hij nu om de band heen is. Hij zal zichzelf strak trekken op het moment dat je gaat rijden. Dat ga ik even doen. De ketting zit nu om het wiel. En hij is klaar om gebruikt te worden in de sneeuw. En nu in de sneeuw. Sneeuwkettingen verplicht. Als eerste halen we even het beschermdopje eraf. Waardoor de bout zichtbaar wordt. We pakken de ketting. We leggen hem om de band heen. Thuis hebben we deze al voorbereid op de maat van de bout. Dit in het hart van het wiel en dan draai je hem vast. Dan duw hem erop. Dan trek je de ketting strak. Even, waar is dat ding? Hier. Ja. Goed eromheen, dat hij strak zit. Hier omheen. En alles wat je nou nog hoeft te doen, is alleen maar te gaan rijden. En het trekt zichzelf om het wiel heen. Ik ga het even zien. Hij moet er ook een keer af. Dus je kan niet blijven rijden met sneeuwketting. Alleen als het verplicht is en glad is. Rubbertje los
Ik laat de ketting hier gewoon vieren. Ik haal de bout los. Trek de ketting eraf. En ik rij wederom een stukje naar voren. En hij is eraf. Klaar om opgeborgen te worden. Nou, dit is in het kort de werking van een sneeuwketting op het wiel leggen. Op deze manier moet je de sneeuwketting opleggen. Zorg dat hij goed vast ligt. Controleer hem altijd even. En dan kun je veilig de berg oprijden. Vonden jullie dit filmpje leuk en nuttig? Geef een duimpje en een comment en abonneer op ons YouTube kanaal. Dan ben ik nu weg. Doei!